Like, a sub, lol, like. Vergeet niet te liken. Je kan de video ook liken. Deze video is goedgekeurd door Dagelijks AD. Nee, deze video is fucking goedgekeurd door fucking mij. Ja, fucking hell. Druk nu op fucking like. Dank u. Hallo kijkers van Dagelijks AD. Ik ben Nathan, aka Jets Acid. Dit was mijn allereerste goedgekeurd video. Deze video is niet goedgekeurd. Ik haat mijn leven. Ik heb gedacht dat zelfmoord, maar ik heb het niet gedaan. Ja, maar nu komt mijn video. Ja. Neem het niet serieus, maar like wel de video. Ja. Yo, kijkers van Acid. Mijn naam is Ja. Nee. Ah, shit. Yo, kijkers van Acid. Mijn naam is Jaap. Nee, dat is ook niet goed. Hè. Yo, kijkers van Acid, mijn naam is Jaap. Acid... Nee, dat is ook niet waar. Ik heb Acid helemaal ondergespamd met mijn gastrol. Maar hij wou nooit accepteren. Ik ben Jaap, vandaag mijn gastrol. Die Acid nooit wou uploaden. Maar nu toch doet. Eigenlijk niet, maar toch wel. En subscribe op mijn channel in de beschrijving. JaapGamesNL24. Ik upload Minecraft video's. Dus ik denk dat het super slim is om een video te maken op dit channel. Omdat ik weet dat heel veel mensen Minecraft leuk vinden. Dus let's go. Zoals ik al had gezegd, mijn naam is Jaap. Vandaag op het channel van Acid. Vandaag spelen we MW. 24. Ik speel met de Intervention. En we gaan er gewoon een superleuke gameplay gastrol van maken. Subscribe zeker op mijn channel. De link staat in de beschrijving. Ik maak deze video alleen maar omdat ik subs wil. Maak dus subscribe op mijn channel. En vergeet niet te subscriben op mijn channel. En vandaag spelen we dus MW24. En ik heb de beta key gekregen van dit spel. Mijn papa is de co-owner producer van Activision. En ik ben super goed in dit spel. En de gameplay doet er helemaal niks toe. En fucking hell. Elke gastrol die ik zie is pure channel promotie. Wat normaal is, want er is eigenlijk geen andere reden dan dat je dat zou maken voor subs. Maar als je een gastrol maakt, maak er dan je werk van. En doe er iets goed mee. Als je een Minecraft channel hebt, ga dat niet vragen aan iemand die hoofdzakelijk godkijkers heeft. Of hoofdzakelijk real life kijkers heeft. Dus gewoon vlogs en zo. Ga dan geen Minecraft video op dat channel uploaden. Want mensen die niet graag naar Minecraft kijken, willen ook geen Minecraft zien. Dat is hetzelfde alsof je iemand die allergisch is voor taart zou uitnodigen voor je zoveel taart eten als je maar wel feest. Dat werkt niet. Je moet zelf ook gewoon een goede video maken. Soms zie ik een gastrol die alleen maar dit is. Ik ben Jaap, ik ben 15 jaar, ik heb ook een YouTube channel, ik ben 15 jaar, ik heb veel subs, eigenlijk niet, maar ik zeg van wel. Sub op mijn channel en sub er ook op. En vergeet niet te subscriben op mijn channel. Maar als je subscribt, dan ben je cool. En je kan ook subscriben en like al mijn video's en ik maak leuke video's elke dag. Dus dat was de video. Bedankt om te kijken naar deze volledige Call of Duty ding. Nee, dat doe je niet. Als ik gastrollen zou toestaan op mijn kanaal, ooit, dan is het niet omdat ik mensen wil helpen. En dat is nu heel grof gezegd, maar dat is gewoon zo. Als ik gastrollen ooit toelaat op mijn kanaal, dan gaan het niet eens gastrollen zijn. Maar dan zijn het gewoon mijn vrienden die video's gaan maken op mijn channel. En zij gaan dan video's maken waarvan ik zeker ben dat ze goed gaan zijn. En tuurlijk gaan zij het doen voor de subs. Maar zij hebben bijna al mijn subs al. Dus dan is de reden gewoon dat zij het doen. Omdat ze weten dat ik geen video's heb. En ze willen helpen met mijn channel actief te houden. Als ik random mensen video's laat maken voor mijn channel, zijn dat video's die 30% channel promotie zijn. Sowieso zijn die video's 500 keer beter dan hun eigen video's. Want dan gaan ze zoveel mogelijk subs uit mij proberen te kneden. Hetzelfde alsof je een natte handdoek uitdraait. En je wil al het water eruit draaien. Dat proberen zij dan ook. Maar op hun eigen channel uploaden ze de grootste shit dat er maar bestaat. En alleen maar voor de subs. Dat is het enige waaraan dat ze denken. Hoe weet ik dit? Ik heb één keer gastrollen toegestaan op mijn channel. En wojo, na die keer dat ik al die gastrollen heb gezien, doe ik het nooit meer. Want hetgene waar ik het meest hoorde was: je kan ook subben op mijn channel. Op mijn channel maak ik ook veel dit soort video's. Als mensen je video leuk vinden, gaan ze zelf wel kijken hoe je noemt. En zelf wel op je channel gaan kijken. Het is niet de bedoeling dat je een fucking dwingt om naar je fucking video's te gaan kijken. Dat wil ik even zeggen. Hey. Maar je kan dus nog altijd subscriben op mijn channel en ik ben Jaap en ik heb ook een channel en ik maak ook video's en... Doe dat één keer.
Zeg één keer, heel snel in het begin van de video. Als je deze video leuk vindt, subscribe dan op mijn channel. We gaan dat niet heel de video doen. Ga niet je video maken maar als onderwerp. Subscribe op mijn channel. Zorg als je een gaststroom maakt, dat dat één video is waarin je heel kort toont wat jij kan. Maar zorg dan niet als ze die video gezien hebben en ze denken van, wow, hij is goed. En ze gaan naar jouw channel, dat alles wat jij uploadt gewoon fucking slecht is. Want dat is gewoon jammer. Als je fucking veel moeite stopt in een gastrol, geen moeite in je eigen video's, dan is dat gewoon sneu. Want dan ben je even grote leugenaar als mij soms in mijn titels. Ik denk dat 3/4 van de mensen die naar deze video kwamen, gedacht hadden dat ik gastrollen ging toestaan. En in deze video heb ik dus ook gezegd waarom ik dat niet doe. Ik weet dat er mensen zijn die wel goede gastrollen kunnen maken. Maar zie het zo. Als subs komen, dat moet niet door iemand anders. Als subs komen, dat is gewoon iets. Dat is hetzelfde als seks. Als je seks wil en je wil echt seks, dan kan je seks hebben met wie je wil. Met een lelijk meisje, met een heel lelijk meisje, met een oude oma, met een prostitutievrouw. Als je seks wil, kan je altijd seks hebben. Maar als je seks wil met het mooiste meisje van je school, dan moet je ervoor werken. En toon dan haar dat je het waard bent. Wel, zo zit het ook met subs. Als je veel subs wil, dan moet je ervoor werken. En het gaat heel lang duren. En je gaat heel veel tegenvallende momenten hebben. Maar het zijn juist die tegenvallende momenten dat je moet overleven om subs te krijgen. En als je dan subs krijgt, dan is de frustratie zo hard weg dat, holy shit, hoe heb ik dat overleefd? What the fuck? Dan is de frustratie weg en dan ben je zo opgelucht dat je denkt, wow, ik ga blijven verder doen en ik ga blijven mijn best doen. Ik ga blijven fucking hard goede video's maken en ik ga blijven dagelijks uploaden. En zo groeien. Niet door een fucking push te krijgen in de rug van iemand anders. En meestal zijn de trouwste kijkers, kijkers die jou per ongeluk gevonden hebben. De kijkers die op jouw channel zijn gekomen omdat ze een video van jou zagen passeren. Of omdat jij in de video kwam van iemand anders. Maar niet door een gastrol. Dan kunnen ze zeggen, ja, ik zag een gastrol en ik ben gaan kijken op zijn channel. Maar. Gastrollen zorgen voor dode subs. Ik weet dat heel veel mensen in de comments gaan zeggen, je bent gewoon een egoïst en je uploadt geen dingen. Ik weet wie er gaat zeggen in de comments van, alles wat je zegt is bullshit. Maar die mensen, ja, dat zijn meestal gewoon mensen die subs willen en die gewoon subs willen. Snap je? Kijk, als ik een video maak op iemands channel, dan kan ik ook gewoon de typische dingen doen. En ik ga nu eens heel typische dingen achter elkaar doen. Gewoon even heel snel in minder dan een minuut. Ik heb geen nucleair. Ik wil een nucleair. Alsjeblieft, mijn nucleair. Holy shit. We moeten nog één kill hebben en dan hebben we de nucleair. Nog één kill. Nog één kill. Nog één kill. Ja! Fucking hell! Ja! Ja! Like en sub, lol, like, 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 like. Vergeet niet te liken. Je kan de video ook liken. A kill around, a kill around, a kill around. Zo dingen zijn niet meer origineel. Zo dingen zijn fucked up. Je video beginnen en zeggen, deze video is niet origineel, maar ik doe het gewoon omdat ik geen ideeën heb en het is heel niet origineel. En iedereen heeft het al gedaan. Zelf dat, zeggen dat iets niet origineel is, maar het dan toch doen, was ooit origineel. Maar nu doet iedereen dat. Bijvoorbeeld reageren op haatreacties. Iedereen zegt in het begin, ik doe iets heel origineel dat nog nooit is gedaan. Wow. Zelf dat zeggen is niet meer origineel. Kijk, ik kan nu de superlijm challenge doen. En per death 1 druppel superlijm doorslikken en dan ga ik dood. Zoiets is origineel. Een dodelijke challenge. Of zwavelzuur drinken per dit. Zo dingen. Dat is origineel. Maar dat kan je niet doen. Dus ik weet eigenlijk echt niet waarom ik daar een vergelijking mee geef. Nu ja, dat is dus waarom ik een beetje tegen gastrollen ben. Het was heel actief. Heel fucked up. Maar oké. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij het nu chill? Like dan de video. En like 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 de video. Als je nog niet gesubbed bent, sub dan op mij. Sub dan op mij. Sub dan op mij. Sub dan op mij. Wil je zeggen dat je van me houdt? Zet het dan in de comments. En zeg dat je van me houdt. En ik ben Ace en ik zeg ja, tot de volgende keer.